U luistert naar Business Club Radio. En ik zit hier vanavond met Ronald Waasdorp van Upgrade uit Ede. En hij heeft als taak om de mensen hun leven lang te laten leren. Ronald, toch? Ja, dat is mooi gezegd. Ik denk dat mensen zelf de taak hebben om een leven lang te blijven leren. Sterker nog, ik denk dat iedereen die verantwoordelijkheid ook in zekere zin ook wel voelt. Want alles blijft om ons heen veranderen. Natuurlijk hebben we het net even over 3D-printen. Nou, weet je, die printer doet het wel, maar je moet leren ontwerpen. Ik zeg wel eens gekscherend, mijn kinderen die zeggen tegen hun kinderen van je mag niet naar zolder, want er staat het 3D-printer het Sinterklaas cadeautje uit te printen. Want je wilde een robot met 6 armen in plaats van met 4. Nou, dat kan. Nee, maar zonder gekheid. We leiden nu studenten op binnen het MBO, in het MBO-onderwijs. Die over 10 jaar een ander beroep hebben. Er zijn op dit moment zo'n 20.000 beroepen. En over 10 jaar zijn 10.000 beroepen daarvan vervallen. Omdat ze er gewoon niet meer zijn. Vanwege allerlei ontwikkelingen. Maar er komen wel weer 20.000 beroepen bij. Dat betekent dus dat mensen zich moeten blijven ontwikkelen. Om dat te kunnen blijven volgen. En of het nou gaat om 3D-printen. Of ontwikkeling in de zorg. Of ontwikkeling in de administratieve sector. Nou, we hebben nu al zelfstandig rijdende auto's. We hadden het net even over de Wierpot. De vraag is of mijn jongste zoon van 10. Of die over 8 jaar nog zijn rijexamen moet doen. Of dat hij in een auto stapt waarbij hij moet programmeren waar hij heen gaat. Dat soort ontwikkeling. Nou, als je dus dat wil bijhouden. Zul je een leven lang moeten blijven leren. ROC 12 heeft zo'n 103 uitschoonprofielen. Zijn het in het MBO trouwens nog meer. Want je hebt ook de groene opleidingen, zeg maar. Mm-hmm. En dat portfolio wordt jaarlijks herzien. Dat wordt er jaarlijks naar gekeken of dat nog voldoet. En wij volgen dat natuurlijk ook. Maar wij kijken ook naar nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij. Dus een cursus 3D ontwerpen. Dat langzaam ingeweven wordt in de opleidingen binnen ROC 12. Hè. Een architect die hoeft niet meer van piepschuim een maquette te maken. Die ontwerpt het op de computer en dat 3D-ding dat spuurt er netjes uit. Zodat je je nieuwe huizen kan zien. Mm-hmm. Nou, dat soort cursussen geven wij natuurlijk. Wat natuurlijk ook voor jou en ik interessant is om dat te blijven volgen. 20 jaar geleden had iedereen, nou moet je een computer in je huis hebben. En wij denken nu van, moet je een 3D-printer wel in je huis hebben? Ja, dan komt de tijd dat we die allemaal wel hebben, ja. Ja, dat zal ongetwijfeld komen. Ja. En dat zal de logistiek natuurlijk ook enorm gaan veranderen, want je hebt grondstoffen nodig in plaats van volledige producten. Ja, dat klopt. De kunst is, ja, kun je het goed ontwerpen? En er komen natuurlijk grote bibliotheken vol met allerlei onderdelen die je dan gewoon eraf kan halen en kan laten printen. Ja, nou ja, wellicht zou je dus naar een webshop moeten gaan van een groot bedrijf als een knopje van je koffiezetapparaat stuk is. Of wat dan ook, hè, wat je dan kan krijgen om te gaan laten printen in je eigen printer. We gaan luisteren naar Emily Sandé met Read All About It.